De guerrilla Gardeners en GroenLinks wapenden zich afgelopen weekend met tuingereedschap, zakken zaad en planten. Ze lichten daarmee op het Siboga-terrein een tuin aan. Een bijvriendelijke tuin om precies te zijn. Hier op de voorgrond zie je een bijenhotel. We zeiden al, het gaat niet zo goed met de bijen in Groningen. Of in heel Nederland zelfs en in de wereld, omdat er veel bijensterft is. Dus er moet meer ruimte komen voor bijen. Er moeten meer planten komen voor bijen waar ze van kunnen leven. Dus je ziet de planten eromheen. En zo hebben we iets wat moois voor het oog, maar ook goed is voor de bijen. Bijen zijn belangrijk voor ons voedsel. Want zo'n 30% van de plantaardige producten die we eten ontstaan dankzij bevruchting door bijen. Maar het aantal bijen vermindert aanzienlijk door bestrijdingsmiddelen, ziektes en mijt. Ook in de stad kan daar wat aan gedaan worden, vindt Penny Leemhuis. Bijvoorbeeld niet in één keer een stuk gemeentelijk groen helemaal maaien, maar doe dat nou gefaseerd, zodat de bloemen die daar staan ook gebruikt kunnen worden door de bijen om te eten. Maar er zijn misschien meer mogelijkheden die de gemeente heeft om de bijensterfte tegen te gaan en om meer bijvriendelijke bloemen te hebben. Dus daar hebben we een vraag over gesteld en we zijn natuurlijk benieuwd naar het antwoord. Wij denken dat de gemeente meer kan doen daarvoor. Binnen 6 weken wordt van het gemeentebestuur een antwoord verwacht.